Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, en u zal het waarschijnlijk niet verrassend vinden dat ook deze podcast grotendeels in het teken staat van wat er de afgelopen twee dagen, zaterdag en zondag, is gebeurd rond Gaza. Maar eerst het weer even. Vandaag 34 graden. Vanavond neemt dat gelukkig af. Het is een sjaraf. Komt vaker voor. Betekent een droge woestijnwind met heel veel zand erin. Het is ook grijs nu. De zon is totaal weg. Maar het is gewoon heet. Het is niet fijn buiten. En je kan maar beter binnen zitten. Gelukkig gaat het de komende uren verdwijnt die sjaraf. En wordt het zo een 23, 24 graden. En dat is veel prettiger. Afgelopen nacht was het 21 graden. En dat koelt niet af. Maar goed, de komende dagen worden normaal, volgens de weersverwachting, zelfs iets te koud. Maar ik vind 23, 24 graden, doet u mij dat maar. Betekent ook dat er tijdens de dodenherdenking woensdag en Yom HaTzmaut, onafhankelijkheidsdag, donderdag, prima barbecue weer is. En donderdag wordt er dan ook overal gebarbecued door het hele land. Dat mag. Je mag hier altijd barbecuen waar je maar wilt. Zolang er maar geen brandgevaar is. Of je dat nou op het strand, je balkon of in een park doet. Je gaat je gang maar. En woensdagavond, na afloop van de dag waarop de doden worden herdacht. Die gaat om 8 uur over in Yom HaTzmaut, de onafhankelijkheidsdag. En dan om 9 uur door het hele land grote vuurwerkshows. En zoals gebruikelijk ook bij mij voor de deur. En ik ga u daar op Twitter van laten meegenieten. Maar goed, dat is woensdag. Nu eerst, ja, wat is er gebeurd vannacht? Slokje water, sorry. Ja, gisteravond kwamen de geruchten al naar buiten. Hamas zag het toch niet zitten eigenlijk om door te gaan met aanvallen. Ze bleven nog wel schieten, maar die raketjes, dat waren erge korte afstand raketjes gisteravond, zo maximaal 20 kilometer. Terwijl ze gisterochtend nog net zuidelijk van Tel Aviv terechtkwamen. En rond Beersheba en Rishon LeZion en noem maar op. En men ging ervan uit dat het zou escaleren vandaag. En dat ook bijvoorbeeld in Natanja, waar Ier Jamin onder valt, werden alle schuilkelders geopend. En in andere plaatsen rond Tel Aviv gebeurde hetzelfde. Maar nee, toen Hamas in de gaten kreeg dat er honderden tanks naar de grens werden overgebracht. APC's, personal carriers, duizenden soldaten die richting van de grens uitkwamen. De D9-bulldozers niet te vergeten. Dat zijn die enorme grote bulldozers die als ze eenmaal rijden dwars door huizen en gebouwen heen gaan. Toen dachten ze toch van, laten we maar even stoppen. We leggen onze eisen neer en dan stopt Israël wel. En inderdaad, om 4:30 vanmorgen werd er een staakt het vuren van kracht. En dan kan Netanyahu wel zeggen van ja, we zijn nog niet klaar in Gaza. Maar ondertussen, de klus is niet afgemaakt zoals ik het op Twitter schreef. IDF was nu in de positie om de klus af te maken. En voor eens en voor altijd daar rust te krijgen rond Gaza. Want het is niet normaal dat bijna 1,5 miljoen mensen constant te lijden hebben van de terreur uit Gaza. En ook nu weer vandaag zijn de eerste brandende ballonnen alweer neergekomen in Zuid-Israël. En zijn er kleine brandjes ontstaan die grote gevolgen kunnen hebben. Want de natuur is natuurlijk kurkdroog. Maar nee, Netanyahu dacht waarschijnlijk het Songfestival, the show must go on. En dat is veel belangrijker voor Israël dan die 1,5 miljoen mensen die dan waarschijnlijk over een aantal weken weer in dezelfde situatie terechtkomen.
Ja, iemand, mensen die mij volgen op Twitter, die kennen inmiddels mijn mening. Ik vind en blijf van mening dat er nu doorgehaald had moeten worden. En dat niet het Songfestival had moeten prevaleren. Dan maar geen Songfestival, het is niet het belangrijkste in de wereld. En dan gaan ze maar ergens anders die liedjes zingen. Want nu kan je ervan op aan dat over een aantal weken, een maand, twee maanden, na de Ramadan in ieder geval, het feest weer van voren af aan gaat beginnen. En dat zie je ook in de reacties in Israël. Bijvoorbeeld Gideon Saar. Gideon Saar is de grootste criticus binnen de Likud van Netanyahu. Zit nu ook in de Knesset, is daar weer in gekozen. En die zegt dat het hele staakt het vuren en de omstandigheden waarin het was bereikt, brengt helemaal niets voor Israël. We zijn weer helemaal terug bij af. Yair Lapid zegt, Netanyahu heeft zich overgegeven aan de eisen van Hamas. Benny Gantz, Israël capituleert en geeft zich over aan de eisen van Hamas. Ook de commentaren, de analyses, Avi Isgarov. U weet, ik gooi zijn tweets of zijn artikelen altijd op Twitter. Want Avi Isgarov, hij is trouwens een van de schrijvers van Fauda, die schrijft in zijn analyse, luister, Hamas wist dat Israël zou toegeven. En we zijn weer helemaal terug bij af. En het feest gaat over een tijdje opnieuw beginnen. En Hamas ondertussen heeft laten weten dat ze zich rotlachen over de uitspraak van Netanyahu dat aan Hamas en Islamic Jihad een grote slag is toegebracht. Wel nee, zegt Hamas. Our message is that this round is over, but the conflict will not end until we regain our rights. Dat is dus een bevestiging dat het feest gewoon opnieuw gaat beginnen. Het is nu eenmaal gedaan en ik ben niet in een positie om dat te veranderen, helaas. Zoals anderen dat ook niet zijn, Netanyahu heeft besloten en dat is het. En wij gaan ons nu opmaken voor de komende dagen Yom HaZikaron woensdag en Yom HaTzmut. De IDF ondertussen heeft laten weten wat de cijfers zijn. Nou, de cijfers zijn als volgt. Er zijn 690 raketten vanuit Gaza Israël ingevlogen. De Iron Dome heeft 240 raketten uit de lucht geschoten. 210.000 kinderen konden niet naar school. 4 Israëli's zijn gedood, ruim 500 zijn gewond. De Israëlische slachtoffers zijn Moshe Agadi, 58 jaar oud, vader van 4 kinderen. Werkte op de markt, of had 2 stallen op de markt in Ashkelon. Zaid El Hamamde, 47, een Bedouin en vader van 7 kinderen. Moshe Feder, 68 jaar oud, vader van 3 kinderen. En Pinchas Psoesman, 21 jaar oud en vader van een pasgeboren baby. Wat betreft de Israëlische kant van de aanvallen. Er zijn 350 doelen in Gaza geraakt. Dat zijn raketlanceerinstallaties geweest. Dat zijn squads van, militanten die bezig waren raketten te lanceren. Er zijn een aantal training- en commandocentrums vernietigd, wapenopslagplaatsen vernietigd, observatieposten vernietigd en militaire basissen vernietigd. Het blijkt ook dat de upgrading van de Iron Dome goed is geweest. Wat doet men namelijk? Na elk conflict wordt er gekeken hoe de Iron Dome heeft gepresteerd. En dan wordt er een upgrading toegepast indien nodig.
En deze keer heeft de Iron Dome 90% van de raketten uit de lucht gehaald die richting bevolkingscentra of strategische gebouwen ging. En ik moet zeggen, dat is een heel hoog percentage. Gisteren ook ging Israëls energievoorziening even tot vanmorgen vroeg op emergency mode. Nadat het Tamar offshore gasinstallatie, dat is een gaspompinstallatie die ligt midden in zee, uit voorzorg werd gesloten omdat men bang was dat die aangevallen zou worden. Dat betekent dat ook de elektriciteitsvoorziening, die ging van het gas af en volledig op kolen over. Daarnaast, Hamas was bezig met het voorbereiden van een cyberattack, een cyberaanval dus, op de IDF. IDF had dat in de gaten. En nadat ze die cyberaanval hadden afgewend, hebben ze maar meteen het gebouw waar die technologieafdeling van Hamas zat, door de luchtmacht even met de grond gelijk laten maken. Ook het zogenaamde ministerie van Binnenlandse Zaken, maar daar zat eigenlijk de geheime dienst van Hamas in. Dat ministerie bestaat ook niet meer. Als u nog wat puin nodig heeft, er ligt genoeg. De scholen, ik memoreerde het al eerder, 210.000 kinderen konden niet naar school. Ook vandaag zijn de scholen uit voorzorg nog dicht. Dat is ook om de kinderen enige rust te geven, dat ze even buiten kunnen spelen en in hun normale doen terugkomen, voordat ze morgen weer naar school gaan. Gewerkt mocht er wel overal, zolang het maar niet te ver van schuilkelders was. Deze ronde van gevechten mag dan wel zijn gestopt. Maar goed, het probleem is daarmee niet opgelost. Het probleem is dat Hamas en Islamic Jihad over enorme wapenvoorraden beschikken. Wapenvoorraden die ze konden aanschaffen en konden produceren, dankzij de financiële hulp van voornamelijk Iran. Maar ook de EU natuurlijk heeft af en toe wat centen toegestopt. En vergeet Qatar niet. Over Qatar gesproken, dat is een van de eisen van Hamas, schijnt het geweest te zijn voor dat bestand van afgelopen nacht. Dat de geldstroom uit Qatar weer op gang komt en dat Israël daar toestemming voor gaat geven. Ja, ik blijf zeggen, het is een foutieve beslissing. Maar nogmaals, ik ben geen Netanjahu en ik kan daar verder niets over doen, over zeggen. Inmiddels is het Eurovisie Songfestival Circus begonnen. Zo goed als alle deelnemers zijn er. Ik weet niet of de Nederlandse deelnemer er is. Ik heb dat niet helemaal gevolgd. Maar ik hoor dat wel van Lammert de Bruin, die dan woensdag in Israël aankomt. Maar in ieder geval, ze gaan op tour door Jeruzalem. Ze gaan naar het noorden. Er worden allerlei filmpjes gemaakt die dan vooraf worden vertoond voordat een artiest optreedt, zodat het publiek wereldwijd een indruk krijgt van het landschap van Israël. Nou, dat is best leuk. Het is een goede PR. Dat is wel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste, blijf ik vinden. Nog even terugkomen op de plaatsen rond Gaza. U weet inmiddels ook, de Nederlandse familie, wiens huis een voltreffer kreeg, die is ook in Israël vol in het nieuws. Vooral ook door de standvastigheid van Mieke, de vrouw des huizes, die zei van, luister, wij zitten hier en wij gaan hier niet weg. Niemand hier die ons hier wegkrijgt. Ze zijn een beetje de helden van Israël geworden. En iedereen vindt het prachtig, het is op televisie, het wordt constant uitgezonden. En iedereen vindt dat schitterend. Ook is bekend geworden dat gisteren duizenden Israëli's
zich aangemeld hebben in Zuid-Israël en gezegd hebben, joh, stuur maar inwoners die willen naar ons toe, daar kunnen ze bij ons logeren. Wij stellen onze huizen, onze bedden beschikbaar. Jeruzalem heeft voor inwoners van Zuid-Israël gisteren aangeboden, alle musea, alle attracties zijn gratis voor jullie als je komt. Dan ben je even een dag uit de rakettenspanning weg. En ook andere plaatsen hebben van alles en nog wat georganiseerd om bewoners uit Zuid-Israël even uit de misère te helpen. Want dat is ook Israël natuurlijk. Je hoort daar weinig van, maar het gebeurt wel. Ik heb het artikel trouwens op joods.nl gezet, daar kunt u het ook lezen. Daar kunt u ook lezen op joods.nl mijn commentaar naar aanleiding van het staakt het vuren. Ja, wat is er dan nog meer voor overig nieuws? Ja, er is nog heel wat nieuws eigenlijk. Er is een Israëlische start-up. Die heeft in Amerika goedkeuring gekregen voor een ultrasoundbehandeling. Waarmee effecten van de ziekte van Parkinson kunnen worden bestreden. Zoals een van de effecten is dan het hevige trillen van de handen of het schudden van het hoofd. En dat zou met die ultrasoundbehandeling enorm verminderen. Dat zou alleen maar een goede zaak zijn. En mocht u mensen kennen die daaraan lijden. Het artikel staat op mijn Twitterlijn met de naam van het bedrijf erbij. En dan nog even de Nederlandse media. Ik had mij eerder gisteren kwaad gemaakt over de NOS. Vanwege die eenzijdige berichtgeving gistermorgen vroeg op teletext. Inmiddels heeft de NOS zich gerevancheerd. En ik moet zeggen, in een uitstekende manier. En daarom noem ik het ook. Want als ze het fout doen, zeg ik het. Maar als ze het goed doen, wil ik het ook zeggen. Er staat vanmorgen op de NOS-pagina een uitstekend verhaal over de situatie in Israël en Gaza. Helemaal uitgebalanceerd, helemaal zoals het is en zoals het hoort. Lezende dat artikel begreep ik ook waarom het zo goed beschreven is. Het is namelijk gemaakt grotendeels door Anki Regges, de correspondente van de NOS hier in Israël. En die heeft een zeer uitgebalanceerd verhaal neergezet. Waarin het conflict van twee kanten wordt belicht. En ik moet zeggen, pluim voor de NOS. Het AD daarentegen, ja, dat is een verloren zaak. Het Algemeen Dagblad, vergeet het maar, dat is gewoon het clubblad van Hamas geworden. Die hebben een grote foto op hun in een krant. Waarin door de vergeldingsacties van Israël zijn er 7 doden gevallen in Gaza. Er wordt dus helemaal niet gesproken over het feit wat er aan vooraf ging. En over de raketten op Gaza. Nou, je moet er even naar zoeken. En nog een keer zoeken en nog een keer zoeken. En dan vind je het. Ik verwacht dan ook dat AD binnenkort ook een inzamelingsactie voor Gaza gaat houden. Of iets dergelijks. In ieder geval leest u het AD. Weg ermee, zou ik zeggen, want het is zonde van uw geld. En u hoeft toch geen clubblad van Hamas te ondersteunen. Ja, en dan, ik noemde het al eerder, Israël bereidt zich voor op Yom HaZikaron. Woensdag, de dag waarop de doden worden herdacht. In Yom HaTzmut. Yom HaZikaron begint morgenavond om 8:00 met 1 minuut stilte. En het ontsteken van 12 toortsen. En dat gaat door woensdagochtend om 11:00. Dan zijn er 2 minuten stilte. En net zoals u verleden week heeft kunnen zien, zal ik ook nu weer daar live verslag van doen op Twitter. Normaal ging ik altijd met mijn geliefde tot 3 jaar geleden naar Mount Herzl. Omdat daar een neef van haar die in 2006 is omgekomen in Libanon begraven ligt. Emmanuel Moreno. U kunt dat nazoeken op Google. emmanuelmoreno.org.
dan ziet u zijn levensverhaal. Hij was een kolonel in de Sayeret Matkal, de zeer specialistische unit binnen de IDF. En was op een missie in Libanon en werd daar ontdekt. Hij wilde die missie niet doen, maar omdat het te felle maan was, maar moest. Dus wij gingen altijd naar Mount Herzl. Maar de laatste jaren is het daar zo gigadruk geworden dat het eigenlijk geen zin heeft. Je moet er dan 's morgens om 9 uur al zijn. Wil je om 11 uur bij het graf kunnen zijn? Ik zeg altijd, staan 1 miljoen mensen, helaas. Want dat betekent ook dat er zijn tienduizenden soldaten begraven daar. Ruim 23.000. En ja, er is geen werkelijk, letterlijk en figuurlijk geen doorkomen aan. En vooral als het een beetje warm is. Ja, dan, je kan geen adem krijgen, je kan niet drinken, je kan je niet bewegen, je kan je schouders niet bewegen. Dus ik ga altijd later, daar zijn we 3 jaar geleden mee begonnen, om 1 uur of 1 naar het huis van zijn ouders, de broer van mijn overleden geliefde. Waar dan iedereen tezamen komt en waar dan een grote maaltijd zal worden gehouden. En daar ga ik dan naartoe. En dan zorg ik dat ik gewoon om 6:00 weer in mijn huis ben. Want ze beginnen rond 6:00 mijn hele buurt af te sluiten voor autoverkeer. Omdat om 9:00 dat grote vuurwerk gaat beginnen. En dat trekt zo'n 10.000, 15.000 mensen alleen al naar deze buurt. En dan moet u niet vergeten dat er op diverse plaatsen in Netanya en in elke plaats in Israël tussen 9 en 11 grote vuurwerkshows zijn. Het mooiste is altijd dat ik het begin kan zien op de Westbank, op de heuvels, in de Joodse settlements in Judea. Waar je bovenop de bergen de eerste vuurwerken ziet starten. En langzamerhand komt dat dan mijn richting uit. En dan gaat het hier beginnen. Het lijkt wel of het doorgegeven wordt. En het is echt, ik ga niet overdrijven, maar het wordt echt een, zoals elk jaar weer, een fantastische vuurwerkshow. En nogmaals, u gaat het live meebeleven, mocht u dat willen. Ik weet, 9:00 hier is 8:00 in Holland. Dat betekent dat het nog voor de wedstrijd van Ajax is. Dus ja, dan kunnen we dat gewoon laten zien. Want natuurlijk, ja, ook ik ben vanaf 10:00 Israëlische tijd, 9:00 Nederlandse tijd, even niet meer bereikbaar. Woensdagavond natuurlijk. Goed, dat was het dan eigenlijk wel voor vandaag. U weet wat er de komende dagen gaat gebeuren. Ik ga u morgen meer info geven over Yom HaTzmaut. Omdat ik komende woensdag en donderdag eigenlijk geen talkshow kan maken, geen podcast. Dus u krijgt dat morgen van mij te horen, want ook dat is altijd heel bijzonder in Israël. En er gebeurt van alles en nog wat u in Nederland nooit zou kunnen meemaken. Dan rest mij nog u voor vandaag nog een fijne voortzetting van deze 6e mei te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.